Het was Bas. Ik wil niet op de vlog. Het is 6:30. En Sarah is wakker en is kinderen voor kinderen aan het dansen. Ik hoop dat je me hoort. Ik ben nog niet echt wakker. Maar ik vond het zo schattig. Dus een kort nachtje voor mij zo. Ik ben aangekleed en opgemaakt. Ik heb deze blouse aan, die is van Warehouse. Deze broek, en die vind ik echt heel leuk, die band hier. Dat zie je met de camera ook niet zo goed. Die is van Mango en die is ook korter en ik heb hem omgeslagen. En mijn schoenen van Doen. En Sarah wilde heel graag de home bij oma. Dus die is nu even aan het opruimen. We kunnen een stofzuigerrobot aanzetten. En dan gaan we naar mijn moeder. En mijn haar, dat heb ik gewassen, dat zit nog niet. Dat gooi ik zo los, dan is het wel redelijk droog. Dus ik ga even spullen pakken, mijn robot aanzetten en we gaan de deur uit. We komen net van mijn ouders vandaan. Ik heb daar eigenlijk niet gefilmd, Sarah is gewoon met mijn moeder bezig geweest met lezen en schrijven. En daarna gingen ze zelf nog sommen doen, maar dat had ik vanochtend al een beetje met haar gedaan. Dus dat hoefde niet eens per se. En daarna ging Sarah met opa het schijnbaan bouwen en spelen. En toen heb ik eigenlijk ook niet nagedacht, want ik lag echt standje lui op de bank toen. Ik had mijn laptop wel meegenomen, want daar wilde ik wat dingetjes op doen. Dus die heb ik allemaal af. Alleen de vlog van gisteren moet ik dan nog vanavond editen. Maar wat fotodingetjes uitzoeken en allemaal, dat heb ik allemaal verder gedaan. En dit is jammer, want ik ben niet naar mijn speeltherapeut geweest. Nee, maar je hebt wel een hele leuke dag gehad. Dus ja, we gaan mijn speeltherapeut helpt me over dingen die ik wil hebben. En van alles. En we gaan nu naar huis. En ik heb gisteren voor 2 dagen gekookt. Want ik vind het al zo'n drama momenteel om überhaupt een gerecht bij elkaar te krijgen. Mama? Dus dat was wel even makkelijker. Dus ik hoef alleen even op te warmen. En we eten met z'n tweeën vandaag. Dus daarom was het ook nog eens extra makkelijk. Dus ja. Rustig dagje zo. Ik heb Sarah net op bed gelegd. Oh jeetje, het is... Die camera maakt het soms zoveel donkerder dan dat het is. Want het is wel schemerig, maar... Je ziet helemaal niet eens dat ik in beeld ben. Even een lampje aan, zo. Ik ga de persconferentie kijken over alle financiële afhandelingen. Voor werktijdverkorting, ZZP'ers, alles. Dat is voor ons ook misschien dadelijk heel erg van toepassing. Mijn werk gaat in ieder geval een stuk minder nu. Dus ik ben even heel benieuwd. En daarna ga ik deze zetten. En ik denk dat ik even ga zorgen dat ik al die foto's vandaag inplak. Dan heb ik dat in ieder geval af. Ik ben helemaal blij. Ik sprak Denise en Bas net. En Denise ging naar de supermarkt. En ik zei, oh, als ze die hebben, neem alsjeblieft mee. Want die kan je dus bijna niet kopen. En ik weet dat ze nu 3 keer per dag vracht krijgen. Ik zeg, ja, je zal maar net hebben dat ze net hebben aangevuld en nog niet leeg is. En tadaa, want mijn pak is bijna leeg. En je kan die dingen dus bijna niet kopen. Echt bizar, hè. Normaal heb je rinds op andere dingen. En nu schoonmaakdoekjes en wc-papier. Echt, ik kan er nog steeds bij. Ik had mijn vlog wel net daarvoor gerenderd. Dus ik heb mijn fotospullen had ik al gedeeltelijk klaarzet. Dit album is al bijna vol. Dus daar moet ik echt nog alleen het allerlaatste stuk, de laatste paar pagina's, kan ik inplakken. Het zijn nog 3 pagina's en dan heb ik mijn nieuwe album al klaar liggen. En dan ga ik even deze, het is nog wel een flinke stapel zeg maar. Zo. Ik wil echt kijken of ik hiervan zoveel mogelijk vandaag erin krijg. Want... Dan kan ook het snijapparaat, die heb ik hier liggen, die is van mijn ouders, die kan dan terug. Deze foto heeft Sarah trouwens van me af laten vallen, dus die lijst is kapot. Daar baal ik echt van. Deze ga ik trouwens wel even opruimen. Deze gebruik ik elke keer als Sarah beneden aan de homeschooling zit. Alleen waren we vandaag bij mijn moeder. Maar ik wilde maar even van de kast denken. Nou, trouwens.
nee, ga ik niet doen. Want het is nu toch al wat later en morgenochtend gaat ze hem eerst gebruiken. Dus dat ga ik daarna doen. Ik ga nu foto's inplakken en kijken hoe ver ik kom. Ik heb nu zo'n mega wauw moment. Ik ben echt letterlijk bij de laatste pagina van het album. En ik plak één foto in. Ik heb hier de drie nog liggen en de laatste en mijn stickers zijn op. Maar ik had nieuw besteld, dus, maar ik heb zo'n buitenbrievenbus, dus ik zie niet altijd gelijk wat er bij de post binnen is. Ik denk, oh, dan pak ik die, want die zouden binnen zijn. Nou, kan je vertellen, niet dus. Dus, ja, toen kwam ik niet meer verder. Top. Ik was zo goed bezig, maar het ligt dus gewoon stil nu. Echt, ik vind het echt niet tof, maar goed. Wat kan ik er aan doen? Ik zou het morgen moeten wachten. Nou, ik moet wel zeggen dat ik toch wel nog wat foto's heb ingeplakt. Gewoon even benieuwd, ik wat een teltik. Deze. Oh, weer iemand aan de deur. Het was Bas. Ik wil niet op de vlog. Nee. Maar je staat er wel op. Ja. Stiekem vindt hij het gewoon heel leuk. En die vlogs kijkt hij. Ja, dat weet ik. Dus we hebben thee. Ik heb geen koekjes. Die zijn waarschijnlijk ook niet meer te koop. Dus, zie je, jij slurpt ook met je thee hoor. Ja, natuurlijk. Wat zit dat als ik thee ik slurp? Ik heb commentaar gewoon. Ja, nou. Ja, mag het. Ik ben in mijn eigen huis. Als ik wil slurpen aan mijn thee, slurp ik aan mijn thee. Ja. Altijd als die heet is, dan slurp ik aan mijn thee. En dat mag, thuis. Ik heb gewoon, nadat Bas weg was, al mijn foto's op volgorde gelegd. En dat was mega, mega, mega veel werk. Maar ik heb het gewoon gedaan. Ik denk, als het op de ene manier niet kan, dan gaan we in ieder geval zo verder. En ik besef me nu wel dat ik het toch niet had afgekregen. En nou, nu heb ik dit stukje vast gedaan. Ik ga even mijn robot aanzetten en de laatste dingetjes opruimen. En dan lekker mijn bedje in. Het zijn saaie dagen verder zo, maar ja, goed. We moeten... Dus we gaan gewoon zo verder. Ik hoop dat het toch een beetje een leuke vlog was. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!